Irene Bosselaar, wat is hier aan de hand? U hoort het. Het is vandaag niet zo heel erg. Maar dat is het buitenspeelplaats hier met water. En dat is vorig jaar open gegaan. Dat geeft heel veel overlast. Echt, het begint 's ochtends om 10 uur tot 's avonds 6 uur. In het weekend 5 uur. Is een week leuk, maar maand in, maand uit. Zelfs als het regent, zelfs als het waait, zelfs als het koud is. Ze zijn er, ze gillen en ze doen. Ik kan vaak niet eens werken. Moet ik het raam dicht doen of ik moet naar kantoor in Amstelveen rijden. Dit is illegaal neergezet. Nou, dat dacht ik niet. Alles is netjes vergund volgens de wet. Zegt wethouder John van de Heuvel. De uitbreiding van het sportcentrum ligt op minder dan 200 meter afstand van de dichtstbijzijnde woningen. Van Irene Bosselaar en haar buurman Hugo Teerts bijvoorbeeld. De gemeente is vergunningverlener en toezichthouder op de wet. Maar nu is die aandeelhouder van dit zwembad een verliesleidend zwembad. En nu geeft hij zomaar blijkbaar de opdracht om de begroting wat meer te stabiliseren. En dus gewoon buiten de wet om dit soort activiteiten te organiseren. Volgens bestemmingsplan is dit toegestaan. Is daar ook vergunning voor verleend. Dus in die zin is onze rol daar dan klaar. Het was absoluut ondenkbaar volgens het toenmalige college dat er ooit activiteiten hier op het achterterrein van de koploper zouden plaatsvinden. Want dat is wettelijk verboden. Dat zei de wethouder zo, zo staat het in de wet. En ja, op de een of andere manier doet dit college net nu of de wet niet voor hen geldt. Dat kan ik me niet voorstellen. Wij hebben daar in ieder geval niets van teruggevonden. Want de klacht was ons natuurlijk bekend en we hebben daarna gekeken. Diepgravend onderzoek gedaan naar alles wat bekend is over de locatie. Daarvan is ons niets gebleken. Nou, de gemeente moet natuurlijk gewoon de wet handhaven. En dat betekent dat die vergunning ingetrokken moet worden en die speelplaats hier gesloten moet worden. Als ze dat niet doen? Als ze dat niet doen, dan starten wij de rechtszaak daarover. En dan gaan we proberen om de wet te handhaven hier. Dat betekent dat er een verzoek tot sluiting zal gaan komen. Het is toch best wel gezellig met die kinderen hier in de buurt? Ik vind kinderen heel gezellig. Ik gun ze alles. Maar we hebben dat huis 6 jaar geleden gekocht. Als dit er was geweest, had ik het niet gekocht.